Hallo, met Alyssa en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag danswedstrijd op Udo. En ik dacht, ik vlog dit gewoon en ik maak een soort van get ready with me voor een danswedstrijd. Dus, hier ben ik. Ik ga me klaarmaken voor mijn danswedstrijd en ik zal ook een stukje van de danswedstrijd zelf laten zien. Dus ik heb er alvast super veel zin in, ook een heel klein beetje stress. Maar ja, veel plezier met kijken. Oké, hallo. Ik ben net gedoucht, dus nu is het tijd voor mijn make-up. Mijn haar, maar die is nog wel een beetje nat. Dus ik ga daar nog even mee moeten wachten. Maar ik heb dus danswedstrijd en ik wil gewoon dit heel graag vloggen. Omdat ik dit ook zeker meer van plan ben om te doen. Want mijn YouTube-kanaal is een beetje lifestyle. En een heel belangrijk onderwerp van mijn leven is dansen. Ik ben eigenlijk nog maar net begonnen met wedstrijddansen. Dus ik heb één keer Udo gedaan. Voor de mensen die het niet weten, Udo is gewoon een dansorganisatie voor wedstrijden. Dus ik heb één keer Udo gedaan. Ik ben één keer in het Sportpaleis gaan dansen. Tijdens de FIBA Olympic Basketbal, zoiets. Zo, een wedstrijd van een basketbal en daar mocht ik tijdens de time-out op optreden. Dus het lijkt me wel leuk om dat iets meer op mijn YouTube-kanaal te brengen, omdat dat gewoon heel belangrijk is voor mij. En ik was eerst helemaal niet van plan om dat te vloggen, omdat ik denk van ja, dat is misschien een beetje saai. Want het wordt geen hele lange video, denk ik dan toch, omdat ik niet zo heel veel kan filmen en al die dingen. Maar ik dacht van, ik doe het gewoon, ook als een korte video, het is misschien wel leuk. En ook voor mezelf gewoon later voor als herinneringen terug te zien en zo. En Get Ready With Me is ook wel een beetje lifestyle-achtig, dus ik dacht, ik maak hier gewoon een kleine vlog over. En dan, tijdens dat ik me aan het klaarmaken ben, kan ik dan gewoon over dingen praten zoals dat ik nu aan het doen ben. Ik ben nu mijn make-up aan het doen van mijn ogen en zo. Maar ik wil heel graag ook wat foundation op mijn huid, want ik heb echt kapot veel buisjes. En ik wil die heel graag weggewerkt hebben. Maar dat moet mama even doen, want zij kan dat zo mooi mogelijk doen. Dus ik ga nu mijn ogen doen en dan de rest doet mijn mama. Ik wil echt mooie wimpers hebben vandaag. De Udo dat ik vandaag naartoe ga is in Oudenaarde. Dat is best wel een eindje rijden van waar ik woon. Maar ja, maakt ook niet zoveel uit. Oké, dit is de eerste laag. Mijn mascara moet echt dringend vervangen worden. Die is echt zo droog. Ja. Oké, laag 1. Even laten opdrogen. Ook al is het al droog, want die mascara is kei slecht. Even wachten. Zou ik mijn onderwimpers doen? Ik doe echt bijna nooit mijn onderwimpers, want dan leg ik op een spin. Maar zou ik het doen? Niet zo goed. Misschien zo één laagje. Oh my god, ik doe echt nooit mijn onderwimpers. Ja, op zich zo één laagje kan wel. Oké, laagje 2. Hebben jullie dat ook altijd, dat u... uw wimpers aan het ene oog veel anders zijn als uw andere oog? Zo irritant. Want deze die zijn allemaal zo apart. En deze plakken aan die zijkant allemaal bij elkaar. En ik krijg die niet uit elkaar. Echt heel irritant. Mascara. Wat ik nu ga doen is dit. En dit is zo highlighter. En die doe ik dan zo hier in het midden van mijn ogen. Dat vind ik altijd zo heel leuk en feestelijk. Oep. Zo, nu heb ik daar een highlighter. Dan ga ik mijn wenkbrauwen een heel klein beetje doen. Zo een heel klein beetje. Kijk, zie je het verschil? Ik zie dat keihard. Kijk, nu is mijn wenkbrauw iets meer ingevuld. Ik vind dat wel mooi. Oké, dan ben ik al een beetje klaar. Dan moet mama mijn huid doen. En daarover moet ik dan blush doen. En mijn highlighter op mijn neus en op mijn kaken. En... dus komt goed, maar het is al een deeltje klaar. Oké, nu is het tijd voor mijn haar. En die is nog een heel klein beetje nat. Even drogen. Wat de haircode is, is je moet ze helemaal strak achteruit. Dus zo een strakke staart. Zo. En dan in de staart moeten 3 vlechten. Dus dat is mijn haircode. Dus die moet ik dan maar even gaan maken. Ik heb daarvoor deze gel en deze spray. Ik had een betere gel. Ik denk de gel die bijna iedereen gebruikt.
Maar die is op, dus ik moet met dit gaan doen. En ik gebruik ook gewoon water in mijn haar. Dus. Oké, eerst doe ik mijn haar gewoon in een staart. Al mijn babyhaartjes. Dit moet dus heel strak naar achteren. Dus hierop ga ik dan nu gel doen. En dan doe ik mijn staart terug uit. En dan zo maak ik dat steeds mooier. Kijk. Deze kant is al iets beter. Dus kijk, deze kant is nu mooi. Nu van achter ziet het er niet uit. Dus dan doe ik mijn staart terug uit. En dan kan ik dat verder. Zo. Blijft dit wel plat terug, maar dan steek ik dat gewoon in een nieuwe staart. Dus zo maak ik mijn strakke staarten. Oké, zo. Mijn staart is klaar. Oké, dus dit is goed. En dan alleen dit nog. En dat moet dan in 3 vlechten. Dat moet er nog gebeuren, maar dat gaan mama ook doen. Want ik kan echt moeilijk vlechten zo. Oké, mijn haar is nu gedaan. Kijk hoe mooi. Toen heb ik de make-up van mijn huid gedaan en mama was daarbij aan het helpen. En zij had al haar foundations gepakt, maar haar huidskleur is zo anders dat het er mega oranje uitzag bij mij. En dat vond ik niet zo mooi, dus ik heb het er uiteindelijk weer afgehaald. En dan heb ik gewoon mijn eigen blush en de rest nog gedaan. Oké, dit is mijn make-up. Ik heb alsnog, ja, buisjes, ik krijg ze niet weg. Dus we hebben het er weer afgehaald, maar ik heb het zelf nog een heel klein beetje gedaan met witte poeder. En het is wel iets beter, maar weg geraken de buisjes niet, maar het is ça va. Nu is het tijd voor mijn outfit aan te doen. De outfits zijn een soort van race vestjes. En daarop hebben wij dan deze broek en die schoenen. Ik doe trouwens ook altijd dit aan. Dit is voor mijn knieën extra hard te beschermen. Want ik heb nogal snel last van mijn knieën. Dus ik doe dit ook altijd onderaan. Dit is de outfit. Het is wel een outfit die heel veel lawaai maakt. Want deze stof is nogal zo, ja, dat. Maar dit is dus de outfit. Dit is de achterkant. En we hebben dus dit soort jasje en daaronder hebben wij deze broek en dan de schoenen. Dus tadaa. Oké, dan denk ik dat het tijd is om te vertrekken. Ik heb mijn tas, daar zit mijn vest in die ik moet aandoen voor de wedstrijd. Maar ik moet zo lang in de auto zitten dat ik even dit heb aangedaan, want het zit veel beter. Dus dan gaan we vertrekken. Yay! Toen zijn we dus vertrokken in de auto naar Oudenaarde. En het was echt heel lang rijden, maar het was wel een gezellige rit. Want oma was er ook en mama was er ook. En we hebben gewoon gebabbeld en gepraat. En we zijn voorbij een tankstation geweest en we hebben daar een lekker kaasbroodje gehaald. Wat echt super lekker was. Op een of andere manier eten in de auto van een tankstation is altijd zo leuk. Toen waren we aangekomen en dan moest ik in dat gebouw. Nadat we backstage hadden geoefend, was het dus tijd om mijn optreden te doen. En die kunnen jullie nu ook zien. Chase Corner, let's go. Best man win.
Toen mijn superleuke optreden gedaan was, ben ik gaan drinken, was ik gewoon naar andere optredens aan het kijken. Ik heb iets gegeten en dan hebben we de awards gedaan. Maar jammer genoeg was ik niet gewonnen, dus het was gewoon weer tijd om gewoon naar huis te gaan. En dan gewoon lekker te gaan slapen, want het was een super vermoeiende dag, maar wel heel leuk. En ik ben alweer een ervaringrijker en hij is altijd leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!